Zijn aandelen Shell ondergewaardeerd of niet? Dat is een vraag die veel beleggers bezighoudt. Daarnaast publiceerde Shell onlangs haar eerste kwartaalcijfers. Twee goede redenen om eens beter te kijken naar Shell. Ja. Zoals gezegd publiceerde Shell haar uh, kwartaalcijfers. Dat deed het op 4 mei. Uh, ja, die cijfers werden positief ontvangen op de beurs. Je zag de koers van Shell toen ook 2-3% oplopen. Alleen uh, men spreekt nog steeds van een onderwaardering bij Shell. Nou, voordat we daarop ingaan, laten we eens kijken naar die cijfers die gerapporteerd werden. Shell rapporteerde cijfers die beter waren dan verwacht. Shell had namelijk te maken met lagere kosten en daarnaast profiteerde het van betere handelsresultaten. Winst die Shell rapporteerde lag op 9,6 miljard dollar en dat is aanzienlijk hoger dan de 8 miljard die analisten vooraf hadden ingeschat. Daarnaast liet Shell weten dat het dit kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. De komende drie maanden. En nou, na de eerste jaarhelft moet dat dan ongeveer 12 miljard in totaal zijn. Uh, wat Shell dan aan eigen aandelen zou hebben teruggekocht. Uh, op een market cap van omgerekend 200 miljard dollar is dat ongeveer 6%. Dus dat is dus een uh, behoorlijke hoeveelheid. Nou, zoals gezegd, uh, de waardering van Shell. Die lijkt toch echt achter te blijven. Een duidelijk waarderingsverschil op de beurs. Uh, kijken we naar aandelen Shell. Die zijn op ongeveer drie keer de vrije kaststroom per aandeel gewaardeerd. De Amerikaanse energiemaatschappijen Exxon en Chevron daarentegen. Ja, die zien een waardering van zes tot zeven keer de vrije kaststroom per aandeel. En dit is echt een duidelijk verschil. Ook als we kijken naar de koers U ziet hier een grafiek in beeld van uh, de koers van Shell en BP. Afgezet tegen de koerswinstverhouding van het Amerikaanse Exxon en Chevron, dan zien we ook daar een duidelijk verschil. Koerswinst van uh, Shell en BP die beweegt ongeveer tussen de 4 en 6 de afgelopen uh, jaren. En ja, van Chevron en Exxon ja, beduidend hoger tussen zo de 10 en 12. Dat is twee keer zoveel. Echt een opmerkelijk waarderingsverschil. Nou, um, daar is een verklaring voor, dat valt goed te verklaren. Uh, heeft namelijk alles te maken met het thema fossiel ten opzichte van duurzaam. Europese bedrijven die blijven meer inzetten op renewables, duurzame energie. Heeft natuurlijk ook deels te maken met politieke en uh, maatschappelijke aspecten. Denk bijvoorbeeld aan Europa, dat toch echt een voortrekkersrol neemt voor wat betreft de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deal, die onlangs uh, ja, uh, uiteengezet is, maar ook aan de rechtelijke macht, de Hoge Raad, die Shell op de vingers heeft getikt voor wat betreft de uitstoot van CO2. Ja, Amerikaanse bedrijven die uh, ja, blijven vooral inzetten op olie en gas, echt op die kernactiviteiten. En de keuze voor die energiemaatschappijen ja, ligt toch echt tussen het geld verdienen met fossiel, uh, de traditionele business, of toch investeren in duurzame energie. Nou, dat gaat dus ook gepaard met een uh, ja, verschil op de beurs. In deze grafiek hieronder zien we uh, de hoeveelheid van de kapitaaluitgaven, de zogeheten CAPEX, dat verschillende bedrijven investeren in renewables en olie en gas. En dan zien we dat de Europese maatschappijen uh, ja, een behoorlijk gedeelte van de CAPEX investeren in duurzame energie. Maar dat de Amerikaanse partijen, Chevron, Exxon, ja, die uh, geven eigenlijk niks uit aan duurzame energie en blijven zich volledig inzetten op olie en gas. Nou, ook de koers van Shell die blijft uh, mede daarom achter. Uh, Shell zelf is zich daar ook van bewust. Shell communiceert dat het ja, blijft inzetten op het creëren van waarde voor de aandeelhouder. Enerzijds door ja, uh, de operationele performance te verbeteren. Anderzijds door aandelen in te kopen en in te zetten om dividend. Op 14 juli komt Shell met een uh, beleggersdag. Ja, mogelijk komen er dan nieuwe aankondigingen voor wat betreft de strategie van Shell. Dat zichzelf ook bewust is van dit uh, waarderingsverschil. Nogmaals ook het koersverloop. We zien hier in beeld uh, sinds begin uh, 2022 tot en met februari van dit jaar uh, het koersverloop van Shell, BP en Total. Afgezet tegen Exxon en Chevron. En dan zien we dat die Amerikaanse aandelen het beduidend beter doen op de beurs. Nou, mocht je zelf willen handelen in Shell, dan kun je dat natuurlijk doen door de aandelen te kopen of te verkopen. Je kunt eventueel ook iets met opties doen. Maar er bestaat ook een interessant alternatief om indirect uh, een belegging te nemen in Shell. Namelijk met een zogeheten rendementcertificaat. Nou, dit certificaat dat ik hier uh, heb uitgekozen, dat biedt de mogelijkheid om in uh, ongeveer 13 maanden tijd rendement van 12% te verzilveren, indien Shell gedurende de looptijd van dit certificaat maar niet onder de 16, op of onder de 16,5 euro per aandeel zal handelen. Nou, dat betekent eigenlijk een dekking van ongeveer 40% naar de onderkant, dus zelfs als aandelen Shell 10, 20 of 30 procent dalen, dan alsnog kun je een interessant rendement verzilveren. Nou, het nadeel is natuurlijk wel. Mocht de aandelen Shell beduidend hoger dan die 32 uh, 20 handelen, de zogeheten bovengrens, ja, dan loop je dat stukje extra rendement eventueel mis. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn in deze rendementcertificaten, onder deze video staan een aantal links opgenomen met meer informatie. Op de aanduilde.nl hebben we ook een artikel geschreven over Shell waarin we wat meer uitleggen over dit certificaat. Dus lees ook gerust dat artikel. We zijn ook heel benieuwd wat jullie denken van de cijfers die Shell onlangs publiceerde. En natuurlijk de onderwaardering van Shell in vergelijking met de Amerikaanse energiemaatschappijen. Terecht of niet? En ja, gaat dat op termijn veranderen? Laat ons gerust weten hoe jij daarover denkt. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Je ontvangt dan altijd een melding zodra we een nieuwe video online hebben gezet. Voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot ziens.